Hey, politie. Goedendag. Goedenavond. Goedendag. Zou even naar beneden kunnen komen? Wat is het doel van jullie bij bezoek, jongens? Ik heb een medezoon aan u willen vertellen en niet zo schreeuwend naar een raam. Een mededeling. Ja, dat is wat ik zei. Klopt. Is dat een gerechtelijke brief? Dat klopt. Weet u bij wie u staat nu? Meneer, ik zou even naar beneden kunnen komen. Nee. Okay. Mijn verzoek is, u kunt de brief in mijn brievenbus deponeren. Want waarom bent u naar mij toe gekomen, weet u dat? Maar kunt u gewoon met mij een fatsoenlijk gesprek voeren, gewoon dat u voor mij staat? Nee, want u staat nu bij een klokkenluider aan de deur. Een wat? Een klokkenluider. Bent u van de politie Katwijk? Ja, correct. Bent u door Peter Koot gestuurd? Meneer Mark Jansen? Wat heeft het voor zin om namen te noemen? Nou ja, mag ik uw dienstnummer hebben? Dat mag als u even beneden komt praten met mij, zeker. Nee, want ik voel me niet zo veilig, aangezien ik elke keer 's avonds op een vrijdagavond door de politie word lastiggevallen. Uh-huh. En ja, een brief kan je toch ook in mijn brievenbus deponeren? Ja, maar ik moet deze in persoon uitreiken. Nou, zijn jullie... 2 weken geleden kwam de politie en die wilde een medische keuring bij mij uitvoeren. Zijn jullie nou BIG geregistreerd? Zijn jullie postbode? Wat voor functies hebben jullie eigenlijk allemaal? Meneer, bedankt voor uw tijd. Nee, maar wil je hem even in de brievenbus gooien? Hè? Ga je werk doen, joh. Dit is nou weer de Katwijkse politie. En dit is vrijdagavond 10 november 2023. Op 20 oktober stond de Katwijkse politie aan mijn deur. En toen kwamen ze een medische controle bij me uitoefenen. En nou staan ze hier weer. Heel bijzonder weer. Ja, ik leg die bezoekjes van de politie gewoon vast, zodat jullie kunnen zien hoe gek ze zijn. En ze doen dit een opdracht van het Openbaar Ministerie. Dit waren beelden van vrijdag 10 november. En nu volgt het bezoekje van de Katwijkse politie op 20 oktober. Toen kwamen zij in opdracht van officier van justitie Ingrid Masselink uit Breda, die mij in de gevangenis heeft gezet op basis van valse aangiftes. Masselink zei tegen de politie: ga even een medische keuring uitvoeren bij Plug. Zij heeft dit toegegeven op 31 oktober 2023 in de rechtbank van Breda. Nou, kijk even naar de volgende beelden. Bij mij komt dus de politie aan de deur om brieven af te geven, om een hondenbeet te controleren. En ja, vind je het gek dat er geen verkrachtingen worden opgelost in Nederland? De politie moet doen wat officieren van justitie hen opdragen. En kijk even naar het organogram van de officieren van justitie. Zij vallen onder de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. En dat is Pieter-Jaap Aalbersberg. Pieter-Jaap, bedankt hè. En de verkeerstoren ook allemaal voor deze idiote bezoekjes. Fijne avond. Ja, en ik neem het op. Ik ben een klokkenluider. En dit is al de zoveelste keer dat de Katwijkse politie mij lastigvalt thuis. Ja. En ik had gisteren een hoger beroep. En dat is voor de 5e keer uitgesteld. 4 keer ongemotiveerd door het OM. En 1 keer op mijn verzoek, omdat ik door een hond ben gebeten. Oké, je bent door een hond gebeten. Ja, en dan ga ik nu zeggen, gisteren had er een hoger beroep plaats moeten vinden. Ja. Dat is in de Ruttezaak. Rutte had aangifte tegen mij gedaan, maar er is gefraudeerd door het OM en door het gerechtshof. Dus ik had gisteren niet hoeven te verschijnen. Dus waarom jullie nu aan mijn deur staan, dat is ten onrechte. Dit is dus de vraag. En ons is de vraag gesteld of wij wilden kijken of die blessure daadwerkelijk is geweest en of u kunt aantonen dat dat zo is. Dat u gebeten bent. Nou, kunt u dat? Ja, en dat heb ik ook doorgestuurd naar het OM en het gerechtshof. Dus ik weet niet waarom. Wat jullie. Ga kinderverkrachters oppakken, zou ik zeggen. Ja, oké, maar ik ben nu met de opdracht om even te vragen of u kunt aantonen. Nu kunt laten zien wat de blessure is. Dan als u beneden aan de deur komt, dat ik het even kan zien. Nee. Dan kan ik dat terugkoppelen aan het OM en dan zijn we klaar. Als u mij een e-mailadres geeft, dan zal ik dat doorsturen naar jullie. Ja, maar ik moet het fysiek, moet ik het zien. Ik heb een e-mail gestuurd naar het Hof. Dat snap ik en ik denk ook wel dat hij misschien aangekomen zou kunnen zijn. Maar ik moet het daadwerkelijk zelf zien en vastleggen.
Dus dat is daarom voor. En als ik dat niet doe? Als ik dat niet doe? Als u dat niet doet, doet u dat niet. Nou ja, doe ik dat niet. Geef ik aan dat ik geen aanwijzing heb dat het echt zo is dat u die blessure heeft, omdat ik dat niet heb kunnen controleren. Ik vind het een grof schandaal. Ik dien een klacht tegen je in. Oh, dat mag. Ja. Ga kinderverkrachters arresteren, joh. Of ga drugsproblemen oplossen hier in Katwijk. Zielige, irritante lui zijn jullie, joh. Ja. Sorry dat ik geïrriteerd ben, maar dit is hoogst irritant, want je collega's... Ja, ik denk dat het pas irritant is dat als u ons gewoon wat makkelijker te woord staat, behalve vanuit de bovenraam met een lamp in mijn gezicht, dat sowieso al niet zo makkelijk communiceren, kan uw gezicht niet eens zien. Oh, dat wist ik niet. Ik wist niet eens dat er een lamp brandde, joh. Nee, u bent aan het filmen, dus dan weet u toch dat het lampje aanstaat. Nee, maar dat wist ik niet. Als u gewoon aan de deur was geweest, dan hadden we het snel gehad. Nee, maar ik vind mijn medische toestand... Ik heb een afmelding gekregen. Kijk, ik heb een afmelding gekregen van het Hof. Dat ik niet hoefde te verschijnen en er is een andere datum gepland. Helemaal goed. Gezien u bent niet dusdanig medisch minder valide dat u in ieder geval niet trap kunt lopen. Want dat is u in ieder geval gelukt, dat weet ik zeker. Dat zal ik dan ook vermelden en terugkoppelen naar het OM. Met wie heb je contact gehad? Met mij. Van het OM? Ik heb niet direct gehad met iemand van contact gehad van het OM. En dan Katwijkse politie ofzo? Of het, wie is nou de echt, zeg maar, de opdrachtgever van ga verlangs bij Plug? Het Openbare Ministerie. Je hebt die vraag bij ons uitgesteld. Ja, en heb je dan een naam of niet? Nee, ik heb geen naam voor. Nou, ik wens je een fijne dienst. Eens en ga op jacht naar kinderverkrachters. Doe je best. Ja? Ja? Daar volgen we altijd naar. En doe de groet aan Cornelis Visser. Ja, is goed. De ongekozen burgemeester. Daar staan ze weer met een busje. Zielige idioten. Of ik een blessure heb. Kijk, daar gaan ze. Nou jongens, zoek de kinderverkrachters.